We leven allemaal in een bepaalde tijd en we denken daar weinig over na. Dus wat ons omringt vinden we evident of lastig of, uh, of achterlijk of juist geweldig. En ik dacht, ja, laten we eens proberen te ontleden wat er in onze tijd allemaal gebeurt. Uh, dat uh, helpt om er ook beter mee om te gaan of je er nu super blij, super ongelukkig of iets tussenin uh, mee bent.